Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Het is intussen 9:30. Vanmorgen was ik om 7 uur ben ik begonnen aan een video bewerken. Dat was ik eigenlijk gisteren mee bezig. Alleen, ik kreeg het met het editprogramma niet voor elkaar. Dus John en ik hebben gisteravond 3 uur geprobeerd dat programma te fixen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. We hebben van alles geprobeerd. Nou hebben wij er ook niet het allermeeste verstand van. Maar we hebben echt van alles geprobeerd. Met is dus niet gelukt, helaas. Dus uiteindelijk heb ik een nieuw programma, editprogramma, gekocht, gedownload. En ja, gisteravond lukt het gewoon niet meer om die video te bewerken. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan. Het is inmiddels dus 9:30. En hij is aan het renderen. Dus ik hoop, ik ga hem even checken straks, dat het allemaal goed is gegaan. Volgens mij is hij ook nog bezig. Hij is nog bezig. Dus ik hoop dat het goed gaat. En om 10:55 heb ik ook een aqualet gepland staan. En daar heb ik eigenlijk wel gegeten. Dus ik dacht, nou dan ga ik maar wat eerder beginnen aan het bewerken van de video. Zodat ik hopelijk wel heen kan. Maar dat moet wel lukken, denk ik. Ik ga straks even het een en ander ook alvast klaarpakken. Klaarzetten. Ik moet mijn tas even inpakken straks, want ik ga vandaag naar mijn moeder toe. Wij hebben vandaag een high cocktail met de familie. Met mijn moeder, met mijn zus, met mijn zwagers. Behalve Johan, die gaat niet mee, want hij had voordat we dit gingen afspreken, had hij al wat gepland staan. Hij gaat naar een, hoe noem je zo iemand? Zo'n comedian iemand? Hoe noem je nou zo iemand? Nou ja, in ieder geval, hij kan in ieder geval niet. Hij had het dus al gepland staan en ja, het is best wel lastig om met veel mensen dan een datum te plannen. Dus Johan gaat daarheen en dan gaan wij wel allemaal high cocktailen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En dan blijf ik ook slapen bij moeder, want morgen gaan we met z'n allen naar uit eten. En dat is dan nog voor de verjaardag van mijn vader. Mijn vader is in 2015 overleden, maar rond zijn verjaardag gaan we altijd nog wel met z'n allen uit eten. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Dus dat vind ik ook wel heel mooi om dat te doen en ook te blijven doen. Dus ik ga je straks even een ander pakken. Ik ga, aangezien die video toch niet klaar is, even naar de schuur. Want ik moet een aantal zaden meenemen. Een aantal zakjes, want mijn moeder heeft een stukje volle grond. Dus daar ga ik ook wat in doen. En ik kan me voorstellen dat je afvraagt, wil je dan zelf niet wat in de volle grond hebben staan? Of wat meer in de tuin hebben? Ja, dat zou ik wel heel gaaf vinden, of zou ik heel graag willen. Alleen, ik vind het een beetje zonde om, aangezien we weten dat wij, ja, we weten natuurlijk niet wanneer, het kan nog maanden duren, maar dat we wel op zoek zijn naar een ander huis, om daarin nog van alles te gaan investeren in dit huis en hier buiten. Want ik zou heel, heel graag bijvoorbeeld een kas willen, een grotere kas. Maar dat vind ik ten eerste hier denk ik niet echt. Ik vind, ja, we hebben geen kleine tuin, vind ik. Maar ik vind zo'n kast dat ik in mijn gedachten heb. En ik weet natuurlijk ook niet of dat bij het volgende huis zou kunnen. Maar ik heb wel iets in mijn hoofd. En ik vind dat hier niet echt passend of zo. En daarnaast. Ja, ik vind het ook een beetje zonde om het nu te gaan investeren. Terwijl ik weet dat we. Ja. Ik hoop binnen nu en een paar maanden wel wat anders gaan vinden. Ik ben wel echt elke dag. Nou, bijna elke dag kijk ik ook wel op vrienden af wat. Nieuws erop zien staan. Maar goed, voor nu red ik me er ook zo wel mee. En ik kan dus wel bij mijn moeder in het thuis zitten. Dus dat vind ik ook wel fijn. Oh ja, die stoel die staat trouwens. Die ik bij de Action heb gekocht. Had ik in de vlog gezegd. Hè? Ja, hier heb je de poot. Johan heeft ik heb al ingezeten toen het mooi weer was. Johan heeft alleen dat hangding en de kussens binnen gezet. Als het minder weer is, dan zet het gewoon binnen. Maar dit is het zeg maar. En het zit echt heerlijk. Dus ik ben zo blij met het ding. Maar goed. Ik hoop niet dat ik een spin nou tegenkom. Want vorige keer zat er zo'n spin in de schuur toen ik kwam. Dus ik hoop niet dat we die gaan treffen. Ik wou in ieder geval. Deze heb ik dus ook in huis staan. En die doen het super goed. Dus persieboom. Die zal ik zo even laten zien. Die doet het echt super. Dus ik dacht dit is wel ideaal voor mijn moeder in de tuin. En ik had ook nog courgette gekocht. Even bedenken waar ik die ook weer heb neergelegd. Ik denk binnen. Maar goed, deze wil ik in ieder geval meenemen. Alright, dat is dat. Ik wil mijn krul ding nog meenemen. Want ik wil eigenlijk ook even vandaag of morgen krullen weer gaan maken. Dus dat moet ik ook niet gaan vergeten. Gevonden. Deze had ik dus nog bij de Lidl gekocht. Dus die neem ik allebei ook mee naar mijn moeder. En ik zei al dat deze hier wel heel goed gaan. Ik zal ze even laten zien. Kijk. Hoe het er nu uitziet. Ik mag. Deze komt eigenlijk al bijna tegen de bovenkant aan. Dus deze ga ik ook binnenkort verpotten. Of nou ja, dat ik ze in een losse pot ga zetten. Dat ze echt
nog hoger kunnen gaan groeien zonder dat ze echt zich aankomen. Dit komt nog niet omhoog. En wat ik hier nog zag, die doet het nog steeds niet. Alleen deze doet het wel. Dus dat is ook fijn. En deze doen het ook goed nu. Nu ik ze in een kwekerbak heb gezet. Dat zijn, dus wat had ik die nou neergelegd? Deze. Dus de eerste is waterballon, die tweede die bosaardbei, de derde de die meloen en kiwi was het geloof ik. Volgens mij moet dat de kiwi zijn, maar die zie ik ook nog niet echt boven komen. Oh ja, daar kwam ook, ik had er weer wat water op gedaan. Daar kwam ook heel minuscuul wat boven. Dat is helemaal leuk. En zoals ik al zei, ik heb zelf op zich genoeg van die bakken waarmee ik er nu nog wel zo mee red. En ik heb in de schuur ook nog een kweekbak staan op poten, dus die kan ik ook gebruiken. Dus voor nu red ik me hier prima mee, maar ik zou het wel leuk vinden om zelf ooit een keer ook wat, zeg maar, in volle grond wat te kunnen zetten. Voordat ik wegga, heb ik nog een pakketje wat ik met jullie wil openmaken. Ik kreeg een berichtje van Studio Vianne of ze mij wat mocht opsturen. Ze ontwerpt zelf katen. En ik zal haar Insta trouwens ook even in beeld zetten. En ik vond het sowieso heel leuk dat ze mij vroeg. En ik was ook gewoon heel benieuwd. Dus ik heb hier een pakketje liggen en die ga ik samen met jullie openmaken. Ik heb hem al open gemaakt, maar ik weet dus nog niet wat erin zit. Het ziet er in ieder geval al heel erg leuk verpakt uit. Even kijken, super lief kaartje. Hele mooie ook. En dan gaan we eens even verder kijken. Oh, super leuk verpakt. Die eens even openmaken. En dan is dit wat ik nu zie. Ook weer super leuk ingepakt. Oh, en ik zie nog wat. Dat zijn de enveloppen. Heel erg leuk verpakt ook met een touwtje eromheen. We gaan eens even kijken. Ze gaf ook aan dat er binnenkort meer kaarten met eigen ontwerp komen. Oh. Nou, ik ga kijken. Nee, hoe ga ik dat nou? En zelf, en dat ik het even kan laten zien. Ik ga het wel even zo doen. Hier had ze, deze was hetzelfde, toch? Ja, hier had ze ook wat opgeschreven. Maar dit is vet mooie kleur ook. En ik vind het ook wel mooi dat het... je kunt het voor meerdere gelegenheden wel gebruiken. Dat is die. Dan heb ik deze. 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 En deze dus nog een keer. Heel erg leuk. Ik heb de kaarten hier nog allemaal even naast elkaar. Ik vind de kleuren en de ontwerpen echt heel leuk. En wat ik dus ook heel tof vind, is dat je ze voor meerdere gelegenheden kunt gebruiken. Dus mocht je ook een kijkje willen nemen, ik zal haar Insta even op beeld zetten. En als je iets zou willen bestellen, kun je haar een DM sturen. En dan wil ik Studio Vianne heel erg bedanken hiervoor. Want ja, ik vind het echt superleuk dat ze mij gevraagd heeft. Dus dankjewel. Inmiddels weer met de video aan de slag. Het wilde nog niet zoals ik het wil. De video was gerenderd, maar ik kon nergens de video terugvinden. Dus ik had Jon gebeld om te vragen of hij wist waar ik het kon vinden. Dus ik ben nu opnieuw aan het renderen. Maar ik moet zo weg. Dus het gaat allemaal niet zo lekker nog. Maar ja. Het is ook wel weer, als je een andere editprogramma hebt, moet je een beetje kijken hoe het allemaal werkt. Met de muziek. Het gaat toch allemaal net als anders dan dat je gewend bent. Dus dat heb ik denk ik wel een beetje onder de knie. Maar ik hoop nu dat ik gewoon straks een goede bestand heb staan. Dat ik hem dan kan uploaden op YouTube. En dat ik hem klaar heb dat ik naar mijn moeder ga. Want ik ga er straks zwemmen. Maar... soms de frustratie. Oh, echt waar. Ik was net ook aan het... Oh, echt vreselijk. Maar goed. Ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Dan is het... Dan ben ik blij. Ik moet weg. Nou ja, ja, ik moet weg. Voor het zwemmen. Video nog steeds dus niet klaar. Dus ik hoop dat als ik thuis kom dat het dan wel klaar is. En ik ben dan echt wel zo'n beetje een stresskip. Want ik wil het gewoon klaar hebben. En ik kan er ook niet tegen. Ik heb eigenlijk elke vrijdag een video online als dat dan niet gebeurt. Ja, ik vind het gewoon... Dan loop ik achter. Ik vind dat niet fijn. Ik wou eigenlijk ook met de fiets naar Aquales. Maar dat gaat hem ook niet worden. Want dan kom ik te laat. Dus... Oh, de auto doet het ook niet. Ik denk, ik krijg het ook nog. Oké, ik moet gewoon even rustig blijven. Rustig blijven. Ik merk dat ik heel druk word in mijn hoofd nu. Ben in mijn hoofd. Ik wil gewoon alles voor elkaar hebben. Ik moet mijn tas nog steeds klaarmaken voordat ik wegga. Ik loop helemaal achter op schema voor mijn gevolg. Het is geen ramp, maar ik word altijd wel druk in mijn hoofd, vol in mijn hoofd.
Goed, ik ga nu naar het zwembad. Lekker zwemmen, lekker de aqualess doen en dan ga ik weer verder met de video. Zo, ik ben weer thuis van het zwemmen. Dat heeft me echt even goed gedaan. En ik had net gekeken bij de video en dat is ook goed gegaan. Dus die staat nu op te uploaden op YouTube. Dus als het goed is moet het helemaal goed komen. En ik kreeg een melding dat er een pakketje was binnengekomen. Ik had dat besteld op Vinted. Ik weet niet of je een vorige video hebt gezien, maar toen had ik in de kringloop een witte t-shirt gekocht met... Nou ja, met wat... Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar in ieder geval een witte t-shirt met een detail, zeg maar. En ik had wat voor erop besteld. Dat leek me wel heel erg leuk, voor de bovenop dus. En ik dacht, misschien als ik het nu nog even uit kan pakken en het past, dan neem ik het gelijk mee. Dan doe ik het of vandaag, misschien vanavond, of morgen aan. Dus laten we samen gaan kijken wat erin zit. Ja, ik weet het natuurlijk al. Ik ben heel erg benieuwd of ik het ga passen. Briefje erbij zie ik. Veel plezier. Ah, leuk. Attent altijd zo'n briefje erbij in. Het is namelijk een gilet. In een maat XL, huisvest van de Kosters. En ik had deze bedacht dus voor over dat witte t-shirt heen. Oh! Het is hem. Hij is wel wat oversized, dat had ik al gedacht, maar dat vind ik niet erg. Maar ik vind hem niet te oversized, ook ik vind het heel leuk. Heel erg leuk. Ik denk dat je dit ook bij bijvoorbeeld, misschien, of zou het hier ook nog op kunnen? Ik vind het heel leuk. Ja, ik ga dat witte t-shirt dan ook meenemen. Ja. Top. Dus, ja, leuk. Die ik dus bij op Vinted gekocht. Kost dus X wel, had ik al gezegd, hè? Ja, dan ik neem even mee naar boven. Ga ik ondertussen even mijn tas inpakken, wacht ik tot de video klaar is en dan ga ik weg. Want mijn zusje haalt me op van het station. Ik zal het even op de hoogte houden hoe laat ik het ben. Met dit. Love it. Oké, okay. Ik ga even gauw opschieten, want ik moet ook zo weg eigenlijk. Juist of weet aan de autorijden. En ik vind het heerlijk weer nu. Kan ik omheen kijken in de bus. Of in alle bossen of zo. Ik vind het zo lekker om daar voor te zitten en gewoon in te kijken. Het is echt ook nog steeds voor mij met de OV. Ik ging altijd met de bus naar Hardenberg naar school en met de trein naar Zwolle. En ik had daar echt nooit problemen mee. Dus nee, ik vind het helemaal niet erg. Ja, dat ben je. Wat hebben we, Ro? Dat was toch weer? Een speciaal koffie? Ja, maar wat, en met wat? Avocado. Praline. Oh ja, praline. Nee, hoe noem je dat? Avocado, mag ik bijna zeggen, advocaat. Ja, advocaat. Lekker! Stopping. Nou, bon appetit. Zo, we zijn net even de stad in geweest. En dan gaan we bij de Action dus. Ik heb even zonbril gehaald, want ik had geen één mee. Ik heb het dingetje nog op, die moet ik nog even afhalen. Het is echt prachtig, mooi weer, echt heerlijk. Nou, die Janneke is er meteen wel af. Verder hebben we mocktails gekocht, die zal ik zo even laten zien, die gaan we zo even uitproberen. En Rolle heeft nog droog shampoo gehaald en lampjes, die gaan ze ook nog even ophangen straks, voor buiten. Dat is het, verder lekker op het terras gezeten, het is echt heerlijk weer. Oh, daar geniet ik echt zo van. Dus we gaan hier straks ook weer buiten zitten, denk ik. Wij hebben deze dus gehaald bij de Action, de Passion Martini. Ja, cocktail staat erbij met dus 0% alcohol. Nou, we schonken hem net in en hij rook als zoet, maar ik vind, ja, we hebben hem geproefd. Ik vind hem wel lekker. Jij? Oh, nee. Lekker beestje erin gelijk. Ja, ik vind hem wel lekker, maar ik hou ook van zoet. Dus van de Action dus. Mocht ik een keer willen proberen, ik had hem nog niet eerder gehad. Maar wat mij betreft is hij goedgekeurd.
Zou het dus bij je moeders aangekomen? Gaan we het brood eten. Lekker, lekker. Niet op. Oh, kijk, het is klaar. Maar het zit er ook weer in. Of op. Het is wel echt heel lekker. Salami. Pesto. Pesto, rooi pesto, salade. Er zit gehakt met Italiaanse kruiden. Ja. Daarbovenop zit geraspte kaas. Deksel erop. Deksel erop. En dan zo lekker. Daarboven hebben we ook nog gesmolten kaas. Ja, nou. Inmiddels is het 6:15 geweest. We hebben dus om 8:30 de high cocktail. En ik dacht, ik ga maar nog even krullen. Dus ik heb deze meegenomen. En voilà, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat het wel een beetje blijft zitten. We gaan ook op de fiets weg vanavond, dus het zal er sowieso wel een beetje uitgaan. Ik heb wel wat van het fixatiespray gedaan, dus nou ja, goed, we gaan zien hoe lang het blijft zitten. Ik vind het echt een ideaal ding. Het ding blaast zelf je haar eromheen. Ik vind het is echt heel makkelijk, dus ik hoop dat het in ieder geval blijft zitten. Lekker moeders? Ja, maar ik hoef geen hele strengel hoor. Wat zei je? Ik hoef geen hele strengel. Ik hoef geen hele strengel. Ik vind het zo lekker. Goedemorgen, het is inmiddels zaterdag. Het is 9:50. Gisteren was echt super gezellig en lekker ook de cocktails met alle lekkere hapjes erbij. En ik ben dus bij mijn moeder blijven slapen. En dan rijd ik dus vanavond met mijn moeder mee naar het restaurant waar we uit eten gaan. En dan, Jon die komt er ook heen en dan kan ik met Jon weer terug. Ik zei tegen moeder, het is zo lekker weer, dus ik ga lekker naar buiten. Ik ga hier mijn broodje even eten. En ik heb hier thee staan. En ik vind het zo lekker buiten zitten, dat je gewoon het uitzicht hebt op dit. Ja, ik hou ervan. Dus, en verder, ik ga nog even bezig met die zaadjes. Ik ga het nog even in de grond doen hier. En misschien dat ik nog even met mijn zusje op pad ga. Maar even kijken, met mijn moeder. Dat hebben we niet in rollen. En dan moeten we moet nog langs, hè? Misschien wat minder. Door het gras. Ja, we gaan zo aan de kant, denk ik. Lopen die altijd hier dan, eigenlijk? Hier of daar onder de brug. Daarheen moet je over de brug heen fietsen, aan die kant of daar. Ik dacht dat net ook daar een paar overheen gingen, over die brug. Maar... Ja, dat kan ook, we lopen van die kant. Oh. Ze gaan er net eraf nou, zeg. Ze gaan er eraf? Ze zijn net losgelaten dan of zo? Vermoedelijk, want er staat een auto daarna. Oh. Ik weet niet meer wat ik voor het laatst gefilmd heb, maar inmiddels zijn we weer thuis. We zijn dus net met eten geweest. En ik zie net dat echt die boontjes, die gaan echt... Oh, die groeien als kool. Die gaan echt de lucht in. Zal ik even de bak pakken? Volgens mij heb ik ze in het begin van de video ook laten zien. We zijn nu... Dat was vrijdag. Oh, we zijn één dag verder. En oh... Moet je kijken. Het groeit nu echt tegen het dak op, zeg maar. Zo leuk. Dus deze ga ik. Deze ga ik echt binnenkort wel verpotten. Oh. Geweldig. Zo leuk om te zien. En ik zie dat de basilicum aan deze kant nu ook boven komt. Echt heel klein, maar je ziet het wel. Kijk, ja. Oh. Dat was ook nog niet zo gisteren, dus dat gaat ook goed. En wat hebben we hier nog meer? Dit hadden we al. En dit gaat ook goed. Het was ook al wel, begon ook al boven te komen. Nu begint. Maar dit was ook nog niet zo als dat het nu is. Even kijken of ik het zo kan laten zien. Zo. Nou,
Nou, het gaat echt goed. Superleuk. Inmiddels is het zondag. Ik had de video nog niet afgesloten, dus dat ga ik bij deze nog even doen. Aanstaande zaterdag ben ik van plan om naar een kledingruil te gaan bij een kringloopwinkel hier in de buurt. En het lijkt me leuk om daar ook een video van te maken. Dus als dat gaat lukken, dan komt u ook binnenkort online. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei! Ja, nou, ik had de video al afgesloten, maar we zijn aan het fietsen. En ik wou jullie dit niet onthouden, deze mooie en prachtige plek bij ons in de buurt. Zo is het. Met tulpen en nog iets, andere bloemen. Narcissen. Ja, zijn dat van narcissen? Ja. Ja? Ja, en met narcissen dus. Dus dit wil ik nog even laten zien, die kleuren, het is toch prachtig? Ja, voor mij hebben we daar ook nog meer. Dus, zei je? Nee. Oh, dus we gaan even een rondje fietsen. Maar dit wil ik nog even aan jullie laten zien.